Ja, zoals je ziet, geen vlieghengel en geen punkstreamers, maar een karperpenhengeltje. Vanaf de kant dit keer, want ik heb maar een paar uurtjes tijd. Ja, en de reden dat ik weinig tijd heb is, ik heb het druk met opdrachten voor het schilderen. Olieverfportretten, maar ook schilderijen van baarzen, snoekbaarzen, allemaal op aanvraag. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, en de reden van de karperhengel heeft simpelweg, zoals iedereen wel begrijpt, te maken met de te hoge watertemperatuur. Afgelopen week is de watertemperatuur opgelopen tot zo'n 24,5 graad. Oppervlaktewater weliswaar, want daaronder is het dan meestal een graad of 17, misschien 18. Dat gaat allemaal nog wel, maar ik vind het onverantwoord. Dus ik ben vorige week woensdag gestopt. Toen heb ik nog een paar uurtjes gevist, maar toen waaide het heel hard en liep de temperatuur heel snel op. Dus toen ben ik ermee gekapt. En de drie sessies daarvoor heb je niks van gezien. En dat heeft niet te maken met de resultaten, want die waren meer dan goed. Ik heb dagen gehad met, als ik me goed herinner, 9 stuks en 2 snoekbaars erbij, dus 11. Een dag met 13, met ook een paar snoekbaars erbij. En nog zelfs nog een dag met 14. Dus ja, daar ligt het niet aan, maar dat was allemaal op plekken die dusdanig herkenbaar zijn dat als ik het laat zien, dan kan ik de volgende keer daar zelf een nummertje trekken. Nou, daar pas ik voor, dus dat ga ik niet doen. Ik ga wel aan het eind van deze video wat beelden laten zien van de vissen die ik heb gevangen. Er zitten toch wel wat mooie vissen bij. Ja, en verder heb ik het naast het schilderen gewoon erg druk met het ontwikkelwerk van spullen voor de bellyboot. Ik heb, zoals je weet, een waterbroek ontwikkeld voor de zomerperiode. De winterversie was er al. En die broek die heb ik in een filmpje geïntroduceerd een aantal weken geleden met de mogelijkheid tot pre-orderen. Nou, gelukkig komen ze, als het goed is, deze week binnen. Kunnen ze volgende week in de, bij de verkooppunten worden bekeken. En voor degenen die ze gepre-orderd hebben, die krijgen ze dan ook binnen. Dus ja, dat is goed nieuws. Want ik weet dat er heel veel mensen zitten te wachten op een waterbroek die wel waterdicht blijft. En specifiek voor de bellyboot is ontwikkeld. Want dat geldt voor bijna alle broeken die op de markt zijn, dus duidelijk niet. En daar zie je heel vaak dat beenlengte tekort is. Ja, er is gewoon niet over nagedacht. En dat is prima als je wadend vis in een riviertje. Maar voor de bellyboot zijn de wensen toch echt anders. En het begint er al mee dat ze waterdicht moeten blijven. Nou, dat hebben wij voor elkaar. Ik heb die broek inmiddels 3 jaar in gebruik. En op basis van die versie hebben we hem doorontwikkeld. En dat is hetgeen wat nu komende week in de winkels te vinden is. En die winkels, dan praten we over 4 verkooppunten. Verder verkopen we hem niet, dus alleen maar via die punten. En dat is Fauna Hengelsport. Dat is flyfishingforpike.com, een webwinkel dus. Dat is Float Plus en Nipro Hengelsport. Dus daar zijn ze te vinden. Verder ben ik ook druk bezig met een schepnet, specifiek voor roofvis vanuit de bellyboot. Nou, ik heb destijds eens een keer zelf van een bestaand net dat helemaal aangepast en daar een specifiek bellybootnet voor gemaakt. Van gemaakt eigenlijk, en op basis van dat ding, maar dan nog met wat slimme aanpassingen erop, komt er een op de markt en ik verwacht zeer binnenkort het prototype om te testen. Ik heb er al foto's van gezien, dus heb je daar interesse in, dan zou ik ook zeggen nog een klein beetje geduld, want ook dat komt eraan en dat zal je niet teleurstellen. Is het wachten waard. Ja, en dan rest me nu nog wat beelden van vissen en misschien nog wat korte drills van de laatste drie vliegen, hengel, CQ, punkstreamer sessies. Ik hoop dat je het leuk vindt en binnenkort wel weer, want komende week gaat de temperatuur wat omlaag. Misschien wel weer met de vlieghengel op pad. Hangt een beetje van de watertemperatuur af. En anders hou ik me bezig met dit. Nu eventjes vanaf de kant, omdat ik weinig tijd heb. Ik zou zeggen, hou het in de gaten. Gewoon blijven kijken. Wat we zullen zien.
70 centimeter. Prachtig van kleur. Eindelijk een wat beter. Het is ook geen grote. Het is net geen 80. Maar goed. Vergeleken bij de andere is dat wat.
best als een feit. Leuke snoep. Eentje gelost, maar toch wel al anderhalf uur aan het vissen. Dat gaan we niet vanzelf. Prachtige snoepbaars. Heel mooi. Ja, sterk ook.
Dat is in ieder geval een goeie. Ik denk niet dat het een hele grote is, maar het voelt wel goed. Dat valt behoorlijk tegen. Maar ja, ze zijn er helemaal sterk. Goed met die vier. Echt een sterke rivier is. Is niet groot. In zoverre. Ik denk dat hij net geen 80 haalt, maar ook berensterk. Nee, jongen, ga maar. Geen monster, maar ik ben weer blij mee.
Ja. Goed, een gaaf, lekker stevig visje. Het is geen hele grote, maar ik heb vanmiddag heel weinig aanbeten, dus ik ben er gewoon blij mee. Wat hier. Het is een begin. Ja, en wat ik ook dacht, 1,30 meter diep, terwijl je hier ook 5 meter hebt. Ze liggen gewoon ondiep met dit soort temperaturen, zeker 's morgens. En aan het eind van de dag ook. Nou, en daar hebben we Stian. Ja hoor. Ja, je zei, ik zat toch niet aan buis, maar je zat niet aan buis. Ik was vroeg wakker. Ik had gisterenmiddag om 4:30 een afspraak bij de tandarts. Oh. En dat duurde tot 4:45. En, dus dat was een behoorlijke ingreep. En vanmorgen werd ik om 5:00 wakker. Ja, met pijn in mijn muil, dus ik kon eigenlijk niet meer slapen. Ik denk, ja, dan kan ik nog een poos van liggen draaien. Ik denk, ik ga eruit. Kijk wel even naar een YouTube filmpje of zo. Maar ja, toen zat ik op de bank. Ik denk, nou, ik net zo goed gaan vissen. Ja. Waarom en dan niet, zien we elkaar sowieso, nou dat is nu. Dus het is heel laag water. Ja. Daar ligt een stukje verderop een blokhutboot op het droge. Oh, die moeten we nog aan duwen dan. Er zijn mensen die hebben echt gewoon nul kennis van dit soort water. Die hebben daar gisteravond natuurlijk laat die boot geparkeerd met het idee, dan gaan we morgenochtend op tijd weer weg. Ja, die zullen toen nog een paar uurtjes moeten wachten. Ja. Ik denk dat ze wel heel verbaasd kijken als ze morgen. Want daar ligt mijn schroeven al boven wat. Ja, dat is echt bizar. Ja, het is wel super laag hoor. Ja. Ja. Maar goed, ik heb al een aardig stukje gevist. En ik denk dat hij wel weet welk stuk. Ik heb er één. Ja. Dus ik heb er eentje. Het is niet voor het oprapen, maar ja, het is er in ieder geval één. En ik had hem op nog geen 2 meter diep. En ik heb eerst een stukje wat dieper gevist. Maar ik denk
dat ze vanmorgen vroeg nog op het ondiepe liggen. Ja. En dat zal aan het eind van de middag ook wel zo zijn als we dat gaan halen. Want Mark schrok een beetje van de watertemperatuur, want die is al boven de 20. En, dus dat zal voorlopig wel even de laatste worden, denk ik. Want, ja, met dit soort temperaturen, het is weliswaar, het is de oppervlaktetemperatuur. En je hebt natuurlijk benedenin schat ik dat het water hooguit 16, 17 graden is. Ja. Dus het is geen drama, maar het wordt de komende dagen wel oppassen geblazen. Dus we gaan ons best doen. Vangt er een paar. Gaan we doen. En ik hoop dat ik een paar mooie mag filmen van je. Zou mooi zijn, hè? Dus ik zou zeggen, gewoon maar weer blijven kijken. Dan ga je het vanzelf weer zien. Bars. Hij wil zich binnen niet omhoog doen. Doe ik even voor hem. Nee, dat niet. Maar hij is in ieder geval 48. Redelijk ook. Dat is mooi hoor.